Vandaag was het eindelijk zover. De Lightyear One, de eerste productieauto op zonne-energie, werd eindelijk onthuld. En daarom zaten er vanochtend om 5 uur bij zonsopgang 1000 mensen in het theater in Katwijk. Het is natuurlijk vooral de vraag hoe die auto eruit ziet. En het is een mooie auto om te zien, maar zo chic als een Tesla is het zeker niet. Er moet heel veel rekening gehouden worden met de aerodynamica van de auto, zodat deze vloeiend door de lucht kan gaan. En daarnaast heb je een groot stuk aan zonnepanelen wat je kwijt moet op dat dak. Die factoren, aerodynamica en die zonnepanelen, zorgen ervoor dat het een wat saaie lijn krijgt, de auto. Maar ze hebben heel veel gedaan om het spannender te maken door gebruik te maken van licht en donker in de auto. En door de zonnepanelen te laten contrasteren met de kleur van de auto zelf. Natuurlijk wil je dan ook weten wat de technische specificaties zijn. Op een mooie dag zoals we die vandaag hier hebben en je rijdt een beetje voorzichtig, dan ga je tot 750 à 800 kilometer aan bereik. Waar 720 een beetje de standaard zou moeten zijn. Rij je in de winter? Dan kom je op ongeveer 400 kilometer. Als je de airco aan hebt staan, maar eigenlijk het lekker warm in de auto wil hebben en je gewoon op de snelweg aan het rijden bent. Opladen kan natuurlijk ook op de zon. In Nederland zul je zo'n 8000 kilometer per jaar kunnen rijden op die zonne-energie die hier is opgewekt. Wil je in het buitenland rijden of rij je in ideale omstandigheden, dan kom je veel verder. Zo'n 20.000 kilometer in een perfect world moet te laden zijn met deze zonnepanelen op het dak van de auto. Verder zijn er een aantal bijzondere specificaties aan deze auto. Ze proberen hem te bouwen voor duurzaamheid, dat die lang mee moet kunnen gaan. De zonnepanelen gaan zelfs langer mee dan de auto zelf. Daarnaast houden ze in de bouw van de auto rekening met een aantal slimmigheidjes waardoor die gewoon langer mee kan gaan. Zoals weinig bewegende onderdelen, onderdelen die upgradable zijn, onderdelen die duurzaam zijn. Dat moet de auto bij introductie al de auto maken met de laagste CO2 footprint die een auto kan hebben. Dus het is een hele duurzame auto, zowel in rijden als in productie. Dat rijden wordt helemaal interessant, want deze auto is gemaakt voor bereik. Omdat de auto continu een beetje oplaadt via die zonnepanelen, gaan die accu's veel langer mee. Dus de kosten per kilometer van deze auto zullen op de lange termijn vele malen lager liggen dan die van een conventionele auto. Dan nog een aantal technische specificaties. De auto heeft een ontzettend grote kofferbak. Daar zorgen die zonnepanelen natuurlijk voor. Als je de achterbank platklapt, krijg je 1700 liter aan bagage in. De auto is ook te laden met een reguliere stekker, dus gewoon op het 230 netwerk. En dat is bijzonder, want voor heel veel auto's heb je toch een bijzondere laadinfrastructuur nodig om een beetje bereik te krijgen. En Lightyear heeft daar geen last van. De accu is relatief gezien groot. Hij is nog steeds 60 kW, maar ondanks dat proberen ze de auto rond de 1250 kilo uit te laten komen. Dat maakt de auto dus ook onwijs licht. Verwacht qua techniek verder geen bijzondere dingen. De auto krijgt natuurlijk een slimme adaptive cruise control en wat lane change warning zal die ook nog wel kunnen geven, maar zelfrijdend is die niet. Dat komt omdat de techniek vaak complexer is, ook al hebben ze wel de componenten ervoor in de auto zitten om het eventueel technisch mogelijk te maken. Dus wat daarmee eventueel nog zou kunnen gebeuren is spannend. En de auto moet eind 2020 op de markt komen, ook al moet je ze daar niet te veel op vastpinnen, want er zitten nog een hoop onzekerheden in dit project. Maar hij is de allereerste, hij stond hier binnen en vandaag werd hij onveiligd.